het transitieproces was wel een hele ervaring. Er komt zoveel informatie dan op je af, ook tijdens die voorbereiding naar je transitie, dat je echt denkt, oh my god, hoe ga ik dit doen? Ik was best wel afhankelijk van mijn moeder. Die deed tijdens mijn jeugd zo'n beetje alles voor mij en die belde ook altijd de arts. Dus ik moest ineens heel erg veel schakelen en alles zelf doen. Als het iets is waar je het gestroomlijnd wil hebben, is het wel op het gebied van je ziekte. Mijn vaste arts zou ik waarschijnlijk niet zo goed gaan kennen als mijn kinderarts. Hij of zij wel aardig en begrijpen ze me wel goed. Het loopt natuurlijk samen met dat je echt letterlijk volwassen wordt. Je krijgt andere vriendengroepen, bijvoorbeeld studeren, alcohol, liefde, allemaal dingen komen er in je leven voorbij. En dan is het best wel spannend om dit soort dingen te bespreken met iemand die je niet zo goed kent. In het begin heb ik het een beetje voor mezelf gehouden dat ik het lastig vond. En dacht ik ga gewoon met de flow mee en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment merkte ik toch wel dat het beter was om het ook uit te spreken dat ik er tegenop zag. Ik zou dus misschien een schriftelijk iets zoals een boekje waarin je opschrijft wat je heel prettig vond aan het Sophia en wat je graag zou willen zien in het volwassen ziekenhuis. En ik denk dat het ook heel prettig is dat je een ontmoeting organiseert met je kinderarts en je volwassen arts. Het was ook wel fijn om er gezicht bij te hebben van wie mijn toekomstige arts wordt, in plaats van daar vol spanning in één keer komen en dan opgeroepen wordt door iemand die je nog nooit hebt gezien. Het grootste verandering vond ik dat er meer zelf van jou verwacht wordt. Dat je meer zelf achter dingen aan moet. Dus je moet zelf achter je afspraken aan. En ze verwachten ook wel ergens dat jij ook kennis hebt over je eigen ziekte. Dus niet dat jij daar nog zit van, ik heb dit, maar ik weet niet zo goed wat het is en hoe het zich vordert. En er wordt meer uitgegaan dat jij gewoon al je vragen stelt. Dingen die je merkt en voelt, dat je die gelijk vertelt. In plaats van dat zij ernaar vragen, zeg maar. Vooral de eerste paar afspraken merkte ik dat ik niet zeg maar met mijn eigen zorgen kwam. En dat ik dacht, oh, ze vragen het niet, dus dan is het prima, dan laat ik het gewoon zitten. Maar eenmaal als je dan thuis bent en je merkt toch dat er problemen zijn, dan loop je eigenlijk een beetje tegen jezelf aan. Bij de kindergeneeskunde nemen ze wel echt rustig de tijd. Heb je het gevoel dat je daar echt een half uur of zo zit. En bij de volwassenen is het echt binnen 10 minuten is het gewoon klaar. Dus wat je wil zeggen, moet je wel echt binnen die 10 minuten gezegd hebben. Wat ik in het begin voornamelijk deed toen ik bij de volwassenzorg kwam, was mijn vragen van tevoren opschrijven voor mezelf. Dat ik wist van, oké, ik heb nu alles gesteld wat ik wilde stellen. Ik ben niks vergeten. Ik weet nu gewoon alles wat ik moest weten. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is, als je op jezelf gaat wonen of meer afstand met je ouders hebt, dat je gewoon heel eerlijk bent over wat je hebt, wie je bent. Mensen kunnen je alleen maar ermee helpen. Mocht er iets gebeuren waar je dan heen moet, wie je moet bereiken. Ja, ik ben alleen, waar moet ik heen als er iets gebeurt? En dat geeft ook wel verzekering en rust dat je weet dat als er ooit iets zou gebeuren, wat je dan moet doen. Ik had heel veel zin om te studeren. Alleen door mijn ziekte en beperkingen veranderde er zoveel. Ook door de afstand dat daar wel het een en ander in geregeld moest worden. En daar kwam ik eigenlijk pas later achter toen ik eenmaal aan het studeren was. Dus misschien me wat eerder ingelezen over de mogelijkheden die er zouden zijn voor zeg maar, studeren met een functiebeperking. Ja, als je je zorgen maakt om over te gaan naar de volwassenzorg, dan zou ik zeggen, bereid je goed voor. Hou goed bij wat je afspraken zijn en wat je arts heeft gezegd. Het is niet eng, het is leuk. Je wordt erin ondersteund. Het is heel fijn dat die ondersteuning er is, dus maak er zeker gebruik van. Ook al zeggen ze dat je verantwoordelijkheid moet nemen en zo, en je bent 18, al dat soort dingen. Dat je toch gewoon kan vragen om hulp als je het nodig hebt. Je zal nooit alleen zijn op geen enkele leeftijd. Je kan alles vragen, je kan alles zeggen. Niks is raar, niks is vreemd. Blijf jezelf in het hele proces en verlies niet uit het oog wat belangrijk is voor jou. Dus voel je gewoon verzekerd en ben er ook voor jezelf.